snel, joh. Oh, ik ga 35 kilometer per... Oh, sorry. Bij Among Us is zo'n spel, blijft nooit bij één potje. En jij weet dat 3 keer beter dan ik. We doen 3 potjes. We gaan helemaal geen 1 potje doen. Nee. We doen high. Ja? Armin, dit moet je echt op even uitknappen, want hier kan ik zoveel gezeik mee krijgen. Oh, deze film is zo eng. Maar nu is het echt gewoon heel donker voor de vlog. Welkom in verlaten horrorvlog. Nou ja, Wouter is ook een horrorpersoon. Het is een Nederlandse film? Dat is niet zo. Hallo! Ja, nee, waarom wil je dit zien? Dat is de betere vraag. Dit is leuk, ik wil filmen. Nou, anders moet ik te vroeg. Hij is aan het filmen. Ja, je moet wel het aansnijden filmen. Ja, maar hallo, als ik ooit ga trouwen, hè, dan is mijn vrouw degene die gaat snijden. Waarom pakt hij zijn mes vast als een moordenaar, grap? Ja, wat wil je dan doen? Dat ik dat een potlood vasthouden? Hoezo, dat was echt wel grappig of zo. Wat is dit voor dit is een vierde, noem je dat. We gaan allemaal ook echt een vierde eten. Tuurlijk. Wat wil jij eten? What the fuck, heb je geen honger of zo? Maar ik krijg echt goede invloed van films als dit. Jij bent echt de grappigste hier, hè? Ja, ik ben echt de leukste hier. Het grappige is altijd, je hebt mensen die vol van zichzelf zijn. Mensen zoals Thijs Romein. Je hebt mensen die zichzelf grappig vinden. Je hebt mensen die zichzelf zeggen onder een video met zichzelf... Wow, wat een lekker ding, zoals Leon. Maar je hebt ook mensen zoals Wouter, die zichzelf oprecht... ontzettend grappig vinden. Yo, dit kostte mij €15, dit geintje, hè? 15? Ja. Die ijskoffie, dat is €1,5 per beker, hè? Ja, mijn extra taart. Oh, die is voor Lucas. Waarom heb je daar geen varkens extra? Hier ligt toch vorkjes? Hoezo, dat zijn geen vorkjes. Dit zijn vorkjes, grap. Helemaal niet. Met je blinde nee, kop. Vorkjes hebben 4 van die speeltjes. Hoezo, deze hebben er... Hoezo heeft deze 3 en deze 4? Wil je niet zo haten? Want anders gaat het. Hoe heb jij geen matching bestek? Oh, wat is dit? Oké, Lucas, wie is jouw geleverde Nina Waring. Ah ja, het was Nina Waring, nou maar. Met de neus. Ja, dat moet met de coronatest. Nou, kijk, jongens, vandaag hebben we ijskoffie. En jij hebt het nog nooit gedronken, dus jij niet. Mag atten. Ik ook niet. Atten? Nee, ik ga niet atten. Atten? Hoe moet dit überhaupt? Heb je dit nou nog nooit op? Nee. Want fuck zou ik deze koffie drinken? Ja, ik drink het elke dag. €1,5 per stuk. Wees dankbaar, ondankbaar. Ja, dankjewel Armen. Ah ja, mocht je afvragen waarom heet dit ijskoffie? Nou, als je het niet 1,5 uur lang in een hete kamer laat staan, dan is het nog half bevroren. Nou ja, je kan er gewoon doorheen prikken met een rietje. Ja, dat jij houdt van door dingen heen prikken is prima. Maar dat is niet mijn favoriete bezigheid, oké? Je drinkt nu echt als een meisje, maar... Zo is het ook met een mes. Kijk, geef je hand eens. Nee, Wouter's hand is toch veel dichterbij? Ja, Wouter. Nee. Nou. Maarten, top. Kijk, dit is de onderkant, snap je? Als jij zo bij iemand gaat steken, ja, dat doet toch geen pijn? Nou, dat kan wel pijn doen, hoor. Oké, kom eens. Doe dan eens. Nee. Hoezo? Ik heb nog nooit zoveel geïnvesteerd in een video, behalve Harme Frode Vlog 100. Ga nou niet inzoomen, jij bent altijd met inzoomen. Het is zo irritant. Maar ik wou dus nog even vertellen tegen jullie, dat ik het echt super tof vond. Dat jullie allemaal mee waren naar Lucas' verjaardag. Want ik snap hoe irritant Lucas soms kan zijn. Je weet dat we deden het voor Lucas, hè? Niet voor jou. We werden geforceerd. Ja, daarom. Dat jullie er voor mij waren. Ja, het was wel jouw vlog. Bovendien, Lucas is echt het meest ondankbare type wat je kan hebben. Je geeft hem een maand geleden 17 repen en zegt hij... Huh, ik heb er nog 14 over. Echt, serieus. Heb je echt nog 14 over? Nee, 13. Nee, maar gozer, hij heeft dat binnen een dag op. Ik had ook muffins liggen en nog meer chocola en nog meer dingen. En dat heb ik allemaal eerst opgegeten. Okay. Ik vind het zo knap dat jij nu in 20 seconden al meer praat dan in de hele Efteling vlog. Dit krijg je als Wouter te veel gedronken heeft. En dit krijg je als Lucas zijn huiswerk niet af heeft gemaakt. Dus nog snel wiskunde aan het maken is. Weet je hoe oud ik ben? Oh, dat is 17 of 18. Gaat het lukken met tillen? Ja. Ik gok 18. Ja, dat is het ook. Ik ben 18. Wat? Waarom altijd die middelvinger? Serieus? bij 300 neem ik taart mee voor jou en je vriendin. Hoe ga je dat dan? De reunie van de reunie.
Nee, nee. Dat... Alleen al zonder 2/3 van de mensen. Ja, Maarten, nee, zeg even snel dat je mijn advocaat bent of zo. Nee, maar serieus, is gewoon goed, heel. Taart. Oh, taart. Ja, weet jij wat taart is? Nee. Dat heb je net gevreten, joh, dikke. Ja, heeft hij nou eindelijk zijn wiskunde gemaakt? Ja, maar dat is door GroenLinks. Thanks, GroenLinks. Ik ben gewoon heel saai. Grapje. Hij is open. Ja. Holy shit. Ik kan even wel met hem voor. Wat zit jij nou te drinken? Echt heel sneu dit. Atte. De vlog. Die zoekt dus niet gevonden. Hoe doe je dat dan? Nadat ik betaald heb. Lekker voor je. Hey, Among Us is zo'n spel dat blijft nooit bij één potje. En jij weet dat 3 keer beter dan ik. We doen 3 potjes. We gaan helemaal geen 1 potje doen. We doen hide and seek. Dat is wel grappig. Gast, doe normaal. Niemand wil dat gamespel ding spelen. Dat wil iedereen. Lucas, niemand zit hierop te wachten in je hele leven. Ja, als je ooit in je leven een vriendin wil, is dit het moment. Ja, maar het probleem, hij wil het niet. Ja, dat is inderdaad het probleem. Even een flashback van Harmen Frode vlog 76, waarin Lucas het heeft over zijn eerste zoen. Komt nu. Lucas, vertel over je zoen. Hey, maar hij stond op 45. En iemand heeft hem naar 15 gered. En toen heb jij... Ja, zo gaat het ook met jouw IQ. Die stond ook uit op 45 en die is nu 15. Hoe ga ik dit nou doen? 40 is zo kapot. Wat doe ik dan? Ja, ga je liever. Gay. Speciaal voor vandaag een leuke outfit aangedaan. Toen kreeg ik, dus zet ik even op mijn Insta-story. En toen kreeg ik een reactie van een meisje. En die zei, wow, zo knap. En toen dacht jeetje, ik van, wow. Je bent laat, jongen. Wat? Ik wou op jouw stemmen. Waarom heb jij 50 euro aan kaasje uitgegeven en niet de betaalde versie van dit spel gekocht? 50 euro aan kaasje. Wat ben jij een sukker? Serieus? Dit is een vlog aan jouw verjaardag. Dankjewel. Hey, volg mijn Instagram. Nee. @wouter.033. Wat is de code? Nee, .laagstreepje 033. Ja, waarom .laagstreepje? Wat is dat voor? Zijn... Omdat die andere twee waren bezet. Weer reclame. Jullie waren echt heel erg betrouwbaar uit. Jij en betrouwbaar. Dat vind ik wel leuk. De laatste keer dat ik jou vertrouwde was richting Amsterdam. Toen je zei, ik kan heel goed navigeren. Oké, die grappen zijn nu oud, nu moet je echt mee kappen. Die heb ik ook al zo vaak. Nu is het niet meer leuk. Uitstemmen vind ik dat discriminatie. Dat vind ik nu pesten. Ja, ik denk dat we maar Harmen moeten stemmen. Er is niemand op de wereld met wie ik die film zou durven te kijken. Je hebt hem met ons gezien. Ja, omdat jullie hem uitkiezen, dat is niet erg. Helemaal niet. Maarten en Wouter kozen hem uit. Nee, ik zei het al, we doen een goede horrorfilm. Wacht, dit wil ik heel veel filmen voor de vlog. Een broek en een shirt aan. Wat? Wat stom! Echt, dit jouw humor? Ja, nu zie ik hem weer iets te goed of zo. Ja, niet zo. Nee, wat schap je? Nina Wari. Ja, net zei die Chantal Jansen. Wat? Wie jij? Ja, het grappige is, van Wouter is het Sterrenkoning, dat weet ik. Maar... Ja, weet je dat nu die intro niet versnelt? Ik kreeg helemaal autistische avond. Ja, maar als ik hem niet versnel, krijg ik een copyright claim. Dit moet je echt op even uitknippen, want hier kan ik zoveel gezeik mee krijgen. Wacht, waarvan? Van dat later als die een baan zoekt. Zullen we hier even goed mee chanteren, dames en heren? Nee, daar hangen we uit al zijn beelden. Ook die niet op de vlog. Dus hij zegt, dit heb je niet gefilmd. Dus ik laat zien dat ik het gefilmd heb. En zegt hij, nee, maar dat kan er echt niet in. Oké, Lucas, wie is de celebrity crush van Maarten? Je zei het net zelf nog. Maarten, wie is de celebrity crush van Wouter? Nina Waring. Oh, nee, dat is trouwens Angela Merkel was het. Wouter, wie is mijn celebrity crush? De vriendin van de Ezra Knop. Dat is niet de vriendin. Nee. Nou, die van jou, dat weten we allemaal. Nina Waring. Oh ja, jij moet nog even een stad kiezen trouwens. Oké, ik heb daar dus echt geen last van die dingen. Kies een stad. Kies een stad. Een stad. Een stad. Ja, een stad. Je hebt Casa de Papel toch gezien? Oh ja, maar gewoon een stad van die hun al niet hebben. Nee, je mag niet. Je moet even origineel zijn. Niet mijn stad. Hij heeft Barcelona. Ik heb Monaco. Monaco is een stad. Wat? Hoe weet jij dat? Hoe ben jij al zo slim? Maar weet je dat wat niet? Wat heb jij? Lelystad. Nee, jij bent niet Lelystad. Het moet een hoofdstad zijn. Goeie hoofdstad. Nee, Denver is een hoofdstad namelijk. Denver is ook geen hoofdstad. Nee. Jawel, van die staat? Nee, natuurlijk niet. Dat is toch een hoofdstad van die staat? Lelystad ook.
Ja. Dat is een provincie, dat is geen staat. Dat is hetzelfde. Kan je het hetzelfde noemen? Je noemt het hier toch niet het land van de 12 Verenigde Provincies? Oh, hier had ik het dus wel. Je weet wel dat schip van Michiel de Ruiter, toch? Nou? Au. Wat is een goeie. Maar kijkers, arme kijkers, zeg even sorry tegen de kijkers. Dat moet hij doen. Zeg even sorry. Nee, dat moet hij doen. Oh, zeg even sorry. Geen sorry. Bam, jop. Geen sorry. Maar ik zou nou voor Montreal gaan of zo. Wat is dat voor kutstad? Hoezo, dat is best wel een goed antwoord eigenlijk. Wouter, die is zo iemand die om alles wat hij zelf zegt moet lachen. Raf heeft een nieuw nummer. Zo. Vandaag uitgekomen, gaan we hem luisteren? Oké, dit is een nieuw nummer. Jongens, stil. Dit is mijn nieuw nummer. Ik heb hem ook nog niet gehoord hoor. Ik heb hem alleen eenmaal afgeluisterd. Ik wil heel veel vloggen, ik moet even een bier drinken. Oh ja. Ik wil graag een shout-out doen naar mijn boy Wouter. Hij is helemaal naar teleur gereden voor de nieuwe wagen. Nee. Dat is niet goed. Prachtig, prachtig. Even volgen. Ja, snap je mij, Harme? Nee, maar hij doet promotie in mijn vlog. En door andersom, hij had mijn vlog te promoten. Ik vind het geen content. Ik heb met messen gespeeld. Hoe zou dat naar mijn boy? Maar dat is mijn kaas op papel. Ik heb mijn masker omhoog, maar die doe ik nu al. Maar ik zag een tijd geleden hetzelfde als Wouter bij de ex. Het is die harp in de kont van de action. Dat klopt, ik heb hem ook. Ik heb hem ook. Die heb ik gekregen van mijn ouders, dus dat kan ik niet zo doen. Het is van de action. Ja, ik heb hem ook. Tot Sinterklaas. Hoe zou je dat die hebben staan alsof het hetzelfde is als de Eiffeltoren? Mijn oor gaat dan echt heel erg uitsteken. Het staat jou wel hoor. Lucas, waarom heb je weer zitten inzoomen met mijn camera? Ha, nieuwe telefoon. Ik doe er letterlijk niks aan. Nee, hij zegt dan, ja, is dit een nieuwe telefoon? Hey Wouter! Omdat hij met die AirPods ook meteen weer... Ja, even flexen, kijk, ik krijg alles van mijn vader. Oprecht, ik werd hier zo moe van jou, hè. Ik dacht, het is 8:30, of nog eens. Ik de oortje, want ik was zo moe van jou. Ik was 6 uur wakker. Dit is ook evenveel jouw vlog als mijn vlog. Kijk, hier lopen we op Utrecht Centraal. Handige informatie trouwens. Ja. Waarom heb je trouwens een zonnebril mee? Omdat ik dan gangster ben? Jongens, in plaats van rood kapje en de wolf, jongens, is het rond kapje en de tweede golf. Lucas werd gelijk op boot. Ja, ik doe het ook. Wij moeten gaan kijken waar we de ticket moeten scannen en dan komt Harm met zijn kamer. Ik zet net de camera aan, krijg ik 3 snaps. Dat heb ik helemaal niet gezien. Ja, Wouter, die kwam aan op mijn verjaardag en die zei... Als eerste, ik heb geen cadeau, stuur maar een tikkie. Ik heb nooit een tikkie gestuurd. Dus ik ga nu heel even een tikkie sturen voor 7,50. Ik heb dat nooit gezegd. Dat heb jij gezegd? Nee. Dat kijk, daar zeg je. Jij zei, ik heb geen cadeau, dus stuur maar een tikkie op mijn verjaardag. Ja, zag, toen was er nog geen corona, jongens. Je ziet ook, mijn haar is meteen helemaal anders. Oh nee, is nog steeds zo. Mijn haar verandert. Gelukkig zijn de kappers nu weer open. Voor jou maakt dat niet uit. Jouw haar zit toch al 5 jaar hetzelfde. Nee, maar jouw haar verandert sowieso in het algemeen niet, volgens mij. Nee, klopt. Mijn haar is sowieso echt kut. We gaan naar... Nee, stop. We hebben nog 0 clickbait in deze vlog. En alleen hij en hij die irritant doen. Maarten, jij bent de verstandigste hier. Kom even met iets van clickbait. Ja, verstandig. Oké. Nou, trap iemand dat fiets af. We trappen Maarten van de fiets af. Leuk. Wat heb je nou te zeggen? Serieus, ik snap jou niet. Barcelona, hou je aan die opdracht. Je doet een verkeerde afvalscheiding. Monaco wordt geen land. Ik ben München. München, oké, dat kan wel. Jij was Montreal? Helemaal niet, jij was Barcelona. Leon is Madrid. Hey, Maarten, dankjewel hè. Hey, Harme, moet even in de fiets afkappen. Yes. Hey, later. There we go. Hier, trappen van zijn fiets. Oh, Leusden is een brandhaar. Ik kan achteruit. Ja, ik ook. Laat me nou alsjeblieft, ik moet gaan. Wat doe je nou, Lucas? Je moet toch naar huis? Wat doe je dan? Ga mee naar Walibi Sidelight, dame.
Dat mocht niet van jou, dat heb ik letterlijk gevraagd. Dan gaan we maandag. Wouter, pak hem. Nee, ik moet echt naar huis gaan, want ik heb tijden afgesproken. Dan krijg je net zoveel huisarrest als ik. Ik zit nu door de afwas met jullie, haha. Ja, joh. Oh, ik ga 35 kilometer per... Oh, sorry. Oké, okay, Barcelona, dankjewel dat je erbij was, man. Doe goed aan Levi, ik mag hem graag. Ja, ik niet. Nee, grapje, ik mag Levi wel. Yes, hey, later, man. Hier, vandaag hadden wij een illegale Molukker in het team. Ja, ik dacht serieus dat hij 15 was, of 16. Bellen, ciao, bellen, ciao, bellen, ciao, ciao, ciao.